Welkom bij mijn laatste hoofdstuk van 2019. En god damn it, wat ben ik blij dat het er bijna op zit. Oké, erg overdreven dat ik zo blij was met het feit dat 2019 voorbij is. Ik ben er nu wel een beetje van bijgekomen in de zin van, girl, stel je niet zo aan. Maar ik ga jullie er niet al te veel over lastig vallen, want ik heb natuurlijk in mijn Happy New Year post op Instagram en in mijn laatste mukbang al het een en ander verteld over mijn jaar. Dus ik ga dat niet al te veel doen. Maar ik wil jullie wel even vertellen wat we hier gaan doen. Zico belde mij ongeveer anderhalf uur voor dat eerste shot dat jullie hebben gezien. Dat ik mijn spullen moest gaan pakken omdat we naar Parijs gingen. Zico gaf namelijk aan, dit gaat jouw jaar worden. Dus let's go, laten we iets doen waar we goed in zijn. Dus spontaan, gek, ondoordacht, whatever, naar Parijs gaan om daar oud en nieuw mee te maken. Super vet. In de auto onderweg heb ik een hotel gezocht, gevonden, geboekt. En eenmaal aangekomen in Parijs zijn we naar Champs-Élysées gelopen. Daar waren echt duizenden mensen en het was super leuk, super gezellig, super vreedzaam. En toen was er op de Arc de Triomphe een soort van slideshow met allemaal dingen over Parijs. Wat super leuk was, super interessant. En ja, daarna ook nog wat vuurwerk, net voordat het middernacht werd. En toen werd er dus afgeteld en was het nieuwe jaar. Dus nog heel veel van mij. Happy New Year. En heel veel plezier met het kijken van deze vlog. Weinig Parijs, want we zijn de dag daarna gewoon weer vertrokken. Maar veel plezier met kijken. Happy New Year! Happy New Year! Het puntje van de Eiffeltoren. We zijn net dus van de Champs-Élysées bij de Arc de Triomphe. Ze gaan lopen naar de Eiffeltoren. En heel veel mensen aan het lopen. Mijn auto staat helemaal vast. Maar het is heel erg leuk. Nee, baba. Morning, ik ben echt een idioot. Het is 2 januari. Ik heb mijn wekker niet gezet. Het is 10 uur. Ik ga nu naar mijn werk toe. Echt een idioot. Maar ik ben helemaal bepakt en bezakt. En ik ga jullie zo meteen allemaal laten vertellen waarom en hoe, wat, waar. Maar eerst moet ik echt eventjes de shame walk naar werk doen. Dus zie jullie zo. Hey! Happy New Year, zeg Romana. Ja, sorry, jou niet. Ik heb dus helemaal niet gevlogd vandaag. Sorry jongens. Ik had een werkdag, zoals jullie hadden gezien, was ik vrij laat naar mijn werk gegaan. Daarna ben ik naar Marloes gegaan omdat we zouden sporten. Zat de sportles vol. Die is van mij? Oh. De sportles zat vol en ik had hem wel al geboekt. Maar ik leg dat zo meteen heel even uit, want ik vind het wel leuk om daar wat meer over te vertellen. Zometeen, in plaats van dat ik het nu ga afraffelen. En dan was ik dus bij Marloes. En daar was ik gaan chillen en toen nu naar huis gegaan. En ik was daar nog heel veel bezig bij Marloes met het uploaden van een video. Maar hij wilde echt totaal niet uploaden, dus ik baal daar heel erg van. Dus ik moet dat nu nog heel eventjes doen. Maar ik kom net thuis en Zico heeft helemaal lopen koken. Die heeft mosselen gemaakt. Dan ga ik lekker... Lekker even eten. Inmiddels ben ik bezig met het ontleden, of hoe noem je dat? Ik wilde ontkleden zeggen. Oh god, ik weet het niet jongens, ik ben kapot. Kom ik hierbij? Deze boom van ons is zo snel dood aan het gaan, dat hij helemaal, als het naalden verliest hij. En daar word ik helemaal scheidbenauwd van. Dus doe ik hem weg. Wil ik hem weg hebben. Terwijl meestal, eigenlijk hebben we hem normaal gesproken wel wat langer, de kerstboom. En dan vind ik het ook heel gezellig. Maar ik vind nu gewoon echt een trieste boom. Alleen maar ellende. En we hebben net echt iets heel erg leuks gedaan. We zijn namelijk heel snel naar de Appie gegaan. Want het is Dry January. Het is alsof ik alcohol op heb. Dry January. Waarom kan ik januari niet van normaal zeggen? January. January. Kut, sorry. Probeer jullie het ook eens thuis? January. Wat is het nou? January. January. January.
En Zico, wat was Zico's idee en ik doe met hem mee. Dus we hebben nu 5 blikjes alcoholvrij bier gekocht. Dus die gaat hij zo meteen blind testen en kijken of welke hij het lekkers vindt. Oké, Ziek. Ondertussen kijken we volgende Harry Potter. Oh. Zit er water in? Ja, ik weet niet zeker of het dan op is. Ja, nou dat ruimen we wel op hoor. Ja. Moet je hem dan niet iets... Kan je hem niet beter gewoon hier aan de onderkant vastpakken dan? Huh? Nou, omdat hij nu gaat hij schuin. Nou, go your gang. Goh, leuk hoor, zo'n kerstboom. Nou, het gaat best goed, Ziek. Oh my god. Oh. Ja, dit gaat helemaal niet. Gewoon, net als een pleister, Ziek. We willen hier toch weg. Ja, klopt. We willen verhuizen. Het handdoekje gooien we ook weg hoor. Oh, nog steeds vuurwerk gaande. Wat echt heel grappig is. Ik denk, oh, het is 2 januari. Ik ga mijn nieuwe jaarplanner die ik van mijn moeder heb gekregen voor mijn verjaardag invullen. Zeg maar mijn naam erin doen. Zien jullie wat hier mis mee is? Het is een planner van afgelopen jaar. En ik pak hem echt net uit. En ik heb er al in geschreven, mijn naam erin gezet. En ik had niet gekeken naar dat buitenkantje. Maar ik zet mijn naam er gewoon in. En ik kijk, ik denk, hè, 2019 alleen? What the F? Zo handig. Heel handig. Ik zou eigenlijk morgen naar Ro gaan. Maar ik ga liever overmorgen. Morgen een rustig dagje. Ik zou dan vet veel met OV moeten. En ik krijg helemaal de stress van, dus ik had geen zin. Want ik moet morgen al fucking lang met OV. Want ik dacht, nou, ik ga morgen sporten met Whitney. Gezellig. En ik, heel dom, ging er eigenlijk gewoon vanuit dat ik dan met Whitney mee kan rijden op de scooter. Maar dat kan niet. Want Kors, haar man, gaat ook sporten. Dus ik kan niet achterop mee. En ik zat even te kijken. Fuckeduk. Ik moet een uur met OV. Want waar ik woon, moet ik eerst met de bus. Dan met de Noord-Zuidlijn naar stadcentrum en ik moet naar het beetje puntje van West. En ik moet daar 8:30 gaan sporten. En een klasje barré doen. Hey Siri, zet de timer op 15 minuten. Goh, dit doet Zico nou altijd. Op het moment dat ik het niet verwacht en dan moet ik gaan hoelopen. Ah! Oh. Nou, dan gaan we nog een half uur niet naar boven, hè? Oh, tuurlijk. Maar, dus ik ga even hoelopen. Maar, nu ben ik alweer kwijt wat ik aan het zeggen was. Over dat, Oh ja, ja, het lesje. En dat ga ik doen in het gymlokaal van de school. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik vind dat een hele mooie locatie. Laat ik allemaal wel zien morgen. Denk ik, als er niet al heel veel andere mensen zijn. Maar ik heb dus sinds gisteren of eergisteren een ClassPass abonnement afgesloten. En dat ClassPass abonnement, hartstikke leuk en gezellig. Maar ik wilde dat in december al doen. Maar toen dacht ik, nou, ik wacht al heel eventjes om te gaan naar Edinburgh. En kerstdagen, feestdagen, dan vind ik zonde om een abonnement te hebben. Als ik echt de laatste anderhalve week, bijna 2 weken van de eerste maand, het niet ga gebruiken. Dus nu heb ik gewacht tot met 1 januari om het aan te nemen. En nu hebben ze hun prijs met 10 euro per maand verhoogd. En ik vind 10 euro per maand best wel veel. Best wel een forse stijging. Dus heb je extra punten of zo? Nee. Want Marloes die had ook al ClassPass. En die heeft het voor 49 euro per maand. Heeft ze 45 credits. Want ClassPass is dus niet iets onbeperkt zoals OneFit, maar ik krijg credits. Maar ik heb dus 59 euro per maand en ook 45 credits. Dus ik vind het wel eigenlijk echt sucking balls gewoon. Ja, alleen ik zei, ik neem ook gewoon een maand langer. Nee. Is het echt niet? Nee. Zij heeft nu nog steeds van deze maand ook 49. Het staat in haar abonnement. Ze had een screenshot gemaakt en wat Marloes heeft gedaan, heel lief.
Je kan namelijk vrienden aanbevelen. Ik zal jullie ook aanbevelen. Zal je een linkje in de beschrijving vinden, dan kan je volgens mij 20 of 30 euro korting krijg je dan op ClassPass. Niet gesponsord hoor. Voor een korting? Hè? Voor 1 maand, zeg maar. Ja. Oh, best veel. Ja, best wel veel inderdaad. En ik krijg ook meteen korting als je via die link gebruikt. Dus het werkt een beetje beide kanten op. En jij kan dan ook weer nieuwe mensen uitnodigen en die korting krijgen. Even nadenken. Wat was er nog meer aan te zeggen? Ik ben afgeleid, want ik ben net aan het lopen natuurlijk. Maar ik hoop echt voor mijn eigen ass dat ik het ga doen. Want 60 euro per maand is wel even een uitgave natuurlijk weer erbij. Maar ik moet gewoon echt gaan sporten. En ik vind dit hula hoepen wat ik elke dag bijna doe super gezellig, super leuk. Maar ik wil gewoon even wat meer. En met ClassPass is het dus super leuk dat je dan verschillende klasjes gaat doen. En verschillende dingetjes gaat doen. En ik heb dus allemaal gezien wat ik allemaal zou kunnen doen in en rondom Amsterdam. En dat is zoveel: boksen, road cycling, yoga, pilates, barre, kickbox. Echt van alles. En ik kan ook met ClassPass naar een zwembad om te zwemmen. Ik kan massages nemen. Ik kan cryo, freeze lab dingen doen. Van alles. Dus ik ga jullie in de aankomende week vlogs meenemen naar een fitter lijf. En gewoon een gezondere ME. Wat ik ook al in de intro van deze vlog heb gezegd. Dus daar heb ik heel veel zin in. En daar ga ik dus heel erg mijn best voor doen. Ik heb ook vandaag 1 keer opgeschept in plaats van 2 keer opscheppen. Want ik heb gewoon zo, ik eet zoveel dat ik gewoon zoveel kan vreten. De hele dag door kan vreten. Avond eten, 2 borden opscheppen. Dus ik heb nu ook 1 gedaan. En ik heb als toetje een tomaat gesnackt. En ik ben nu een mandarijn aan het eten. Want ik heb natuurlijk weer trek. En ik ben benieuwd hoe het me afgaat. Wat een ruimte er nu weer vrij is. Echt heel relaxed. Ik sta nu op de plek waar de kerstboom stond. En we hebben, of Zico heeft eigenlijk, alle naalden opgeruimd. En dat ging eigenlijk best wel voorspoedig, gelukkig. Dus dat was fijn. Ik denk toch alsnog dat ik in april nog een naald vind van de kerstboom. Vorig jaar was het namelijk precies hetzelfde. Daar liggen er nog een paar. Oké, ik zie jullie later. Morgen. Harry Potter is daar, hè? Morning, rise and shine. Het is 7:30 en ik ben best wel wakker eigenlijk. Ik kwam alleen niet goed in slaap. Ik weet niet wat dat was. Vervelend. Ja, dat wil ik zeggen. Wat? Dat wil ik zeggen. Vervelend. Ja. Nou, oké. Dat is zo vervelend voor jou. Het is hartstikke vervelend. En gezien onze auto bij de reparatie nog is, ik weet niet of ik dat had gezegd eigenlijk, maar dat is die, gaande. Met openbaar vervoer. En ik moet dus een uurtje. En Zico die moet ook. Dus we kunnen een heel stuk met elkaar reizen. Dus dat is wel helemaal gezellig. Even een flesje water vullen. En dan gaan we barre doen. I survived! Ik had heel erg vertraging. Dus ik heb er 1.5 uur over gedaan. En ik was net op tijd. Maar ik heb dus een les barre gehad. Dat was top. Samen met Whitney. En Kosh was er dus ook, was heel gezellig. En ik ga nu weer lekker naar huis. Ik heb bij Yogurt Barn heb ik een overnight oat gehaald. En deze heb ik nog nooit gehad. Het is een Winter Wonderland of zo met stoofpeer, overnight oats, pekannoten en kaneel. En het is super, super lekker. Ik heb heel veel gedoucht en van mascara opgedaan en sushi besteld. Want ik ga lekker een mukbang maken. Dat werd aangevraagd en ik dacht, ja, ik vind dat super gezellig, super leuk en heel lekker, want ik ga lekker altijd sushi eten. Ik heb net mijn mukbang opgenomen, maar gisteravond kon ik mijn moeder niet meer bellen. En ik denk, ik doe dat nu eventjes voor die agenda. Hey, hola, wie gaat? Ja, goed. Heb je nog wat grappig gesluit? Ja, ik dacht, het is januari, ik ga mijn nieuwe skinagenda doen. Ja, die ik van jou heb gekregen. Nee. Het is van het afgelopen jaar, is die. Oh. Ja. Nou ja. Belachelijk. Ja, dat is inderdaad belachelijk. Zie je het? Ja. Hij, dat hij nou ook wat. Dat hij ook nog te koop was in november. Nou, dat slaat nergens op. Waar heb ik hem gekocht? Bijenkorf, denk ik.
Dus hij kan ook nu niet meer terug, omdat ik hem heb gebruikt en geopend. Ja. Nee, dat boeit me natuurlijk niet. Maar kijk inderdaad even in je account. Of je wel de goede hebt. Stel je hebt wel de goede besteld, maar niet ontvangen. Godverdomme. Wat een gezeik en mee. Ja. Ik heb geslapen. Echt lang geslapen trouwens ook. Het is zover. Zico gaat met een blinde kop zometeen proeven. Het zijn 5 biertjes. En van deze 5 had je eigenlijk al gezegd dat je bijvoorbeeld... Welke vond je niet lekker, dacht jij? Die hebben we niet. Die hebben we niet. Bavaria. Ik vind Bavaria sowieso niet lekker. Mm-hmm. 0.0. Mm. Die hadden we dan moeten hebben, dat is grappig. Ja, maar schat, ik kan toch niet meer dan 5 biertje blikjes meenemen? Maar brouwer ze hier ziet is Albert Heijn huismerk. Maar dit zijn eigenlijk een beetje hele gangbare biertjes normaliter. En dit is hun 0.0 variant, omdat het nu natuurlijk Dry January is. Ja. En nu gaat Zico zijn blinde kop doen. En de bedoeling hierbij is dat we erachter gaan komen wat Zico's favoriete 0.0 bier gaat zijn van deze. En we kunnen dit nog wel een keer doen deze maand. Maar dan met misschien voor mij alcoholvrije wijn en blonde biertjes voor Zico, want hij vindt blond bier lekker. Dus ik ga nu beginnen bij eentje. Bier 1. Jij moet mij in de voer, hè? Anders kan ik het toch... Ja, oké. Kom dan. Kom. Is dat ik wil meer? Oh, het ruikt gewoon naar normaal bier. Ja, smaakt wel goed. Smaakt wel goed. Ja, maar ik ga niet cijferen, ik kan ze beter zeggen welke het lekkerste is. Is goed. Als je hem nu de volgende geeft, dan vraag je of die lekkerder was dan de eerste. Ja, is goed. Als ik dan nee zeg, dan valt hij af. Ja, is goed. Maar dan weet je nooit welke het minst lekker is. Maar wel welke ik het lekkerst vind. Ja, prima. Okay. Volgende komt er nu aan. Deze is niet lekker. Nee? Nee. Nee. Oké. Dan deze. Cijfer, dan maar. Ja? Want als hij niet lekker is en afvalt, denk ik wel een 4'tje of zo. Een 4? Nee, iets hoger. Een 5,4. En wat had je van de eerste? Nou, zat rond de 7, 8 wel. Oké, super. Gaan we nu naar de volgende. Komt u weg? Zo. Oh ja, dat is wel beter, ja. Beetje vergelijkbaar met de eerste. Oké. Nog een slokje? Oké, die twee moeten even apart. Ja, die doe ik even 2 apart. Ja, dat is ook nog hetzelfde zijn. Ja. Gaan we nu naar de volgende. Dat geluid ook. Ja, dit is weer apart hoor. Ja, mag ook bij die hier staan. Oké, is goed. Volgende. Echt waar in mijn broek. Je deed helemaal niks meer. Oh, sorry. Gewoon recht. Oh, sorry. Ja, kut. Deze zit tussen de 3 in die door zijn en die afvalt. Oh ja. Dat is een 6, zeg maar. Een 6. Wat is dat? Je probeert het leeg te zuigen dan. Eeuw. Dat is wel goed. Oh, kut. Nou, minder lekker, dus die valt ook af. Ik heb je er eentje al dubbel gegeven nu. Echt? Ja. Grappig. Welke denk je dat dubbel was? Of had je het door? Hadden die 2 vieze? Ja, was dezelfde. Maar ja, 1 keer had je hem een 4-5 gegeven en de andere keer een 6. Oké, maar wel, dat is 2 keer vond ik dus echt de minste. Ja, dus die valt gewoon echt af, denk ik wel al. Mag ik wel weten welke dat dan is? Dat is Hertog Jan. Oké, dat was echt niet het nassen. Niet te nassen. Dus je hebt er nu nog 4 over. Nee, want Hertog Jan is afgevallen. En jouw favoriete bier eigenlijk van dit soort pilsen is toch wel Cornuit? Ja. Is Cornuit, oké. Nou, we gaan nu gewoon eventjes weer verder. Tot er weer eentje afvalt. Ja? Op zich wel lekker. Op zich wel lekker. Top. Ja. Komt weer? Ja, dan moet je alleen niet meer dezelfde doen 2 keer. Nee. Maar het was gewoon grappig omdat je die zo niet lekker vond. Wat vind je van die?
Welke vind je lekkerder? Die weet ik echt niet. Oké, okay, dan gaan we gewoon nog even verder. Deze lijkt op de eerste. Oké. Okay. Dat zei je net trouwens ook, over precies dezelfde. Ik heb de volgende weer voor je neus. Gadverdamme, die is niet lekker. Oké, okay. Die is afgevallen. Welke is dat? Heineken. Hmm. Had je niet verwacht, hè? Nee, die was echt niet lekker. Oké, okay. Je hebt er nu nog drie over. Mm-hmm. Ja. En nu ga ik trouwens niet meer zeggen welke afvalt. Komt-ie? Ja. Nee, die heb ik net bedacht. Vind ik wel leuk. Welke is je favoriet hierbij? Nog een slokje. Van welke de eerste op deze? De laatste. Ja, dat is deze trouwens. Had je ze me alle drie tegelijk gegeven? Ik had de bak al zelfs, maar... Nou, ik heb nu nog... Je hebt er nu weer twee gehad nog. Je hebt er nog eentje over. Oké. Okay. Deze valt af. Deze valt af. Ja. Dus één is van de twee die nog over is. Ja. Slokje water of gewoon... Nee, dit is de ander. Die eerste wint. Welke denk je dat er wint? Brouwers, zou me niet verbaasd die wint. Nou, doe je blinddoek maar af. Amstel. Welke stel je dan? Brouwers. Ja, een derde konijf. Ja, en dan Heineken en dan Hertog Jan. Proef hem nog eens deze. Ik vond hem echt vies. Maar nu zit dat er misschien een beetje tussen je oren ook nog weer. Nee, dit is echt niet lekker. Ja, ik lust dat sowieso niet. Nou, daarom. Dit is echt niet lekker. Het smaakt ook niet echt. Het smaakt wel naar bier, maar... En het is die en die lijken zoveel op elkaar, dus voort dan gewoon deze. Want die is goedkoper. 50 cent, de rest allemaal 80 cent per blikje. Nee, dan kan je inderdaad gewoon huismerk. Want Brouwers is Albert Heijn huismerk. En ik vind het er leuk uitzien ook. Maar, dus inderdaad, je kan gewoon huismerk nemen, zie ik. Dat is wel chill. Vind je niet jammer dat je cornuit niet hebt genomen? Zeg maar... Ik neem hem van een grote slok tegelijk. Oh, dus nu ga je hem nemen en dan denk je, oh god, cornuitje. Terug naar de weekvlog. Terug naar de studio. Met Chet Chubetja. En dan zit je nog zo te wachten, want dan zie je dat het lampje nog brandt. Ja. Van, en daarna was het. We gaan nog niet terug naar de studio, want we hebben nog een kleine paar vragen. Nog Zico. Back to you. En mee. Nou, opdrinken allemaal, jongen. Nou, je hebt het helemaal gehoord. Wat zei je? Je hebt het helemaal gedaan, uit. Het is goed. Ah, good morning. Het is inmiddels zaterdagochtend. En ik ga nu naar Romanen toe. En daar heb ik echt super veel zin in. Ik ben altijd heel erg blij als ik mijn vriendinnen zie. En spreek natuurlijk ook, maar zien vind ik nog leuker. en Romanen en ik wonen vrij ver uit elkaar, voor Nederlandse begrippen dan. Dat valt eigenlijk ook allemaal weer mee. Amsterdam woon ik, Romane woont in Rotterdam. Maar toch is het ook gewoon zo dat we allebei hele drukke planningen hebben. En Romane die heeft sinds kort een baan. En die heeft natuurlijk de YouTube kanaal en die heeft een podcast. Dus die heeft het super druk. En ik heb ook een druk leven. Dus dan is het gewoon super chill als je een datum kan vinden waarbij je allebei kan. Ik ben echt zo dom. Ik zit hier en ik denk, oh, koud buiten, man. Nou ja, zoveel mijn jas aan doen. Ik heb geen freaking jas bij me. Ik heb dit aan en dit is warm. Dus ik dacht er gewoon even niet om een jas nog aan te doen. Ik heb kleding meegepakt. Ik had nog wat van Romaan en ik had een tas. En ik had van alles. En geen jas. Maar het is echt koud buiten. Dat is zo dom. En dan wil ik buiten lekker foto's gaan maken en lekker rondtieren. Wat slaat dat op? Godverdomme. Ik zei net tegen Romane, ja, kutzooi, dan ga ik maar een jas kopen. Want ik ga het echt koud hebben. Ik wil gewoon niet ziek worden. Het slaat helemaal nergens op. En misschien zeggen mensen, dat krijg ik wel eens vaker te horen, dat als je het koud hebt, dat het een fabeltje is, dat je dan ziek wordt of whatever. Maar ik heb ook mijn chronische pijnen. Dus mijn rug. Ik kan echt niet mijn rug koud laten worden. Dat is gewoon echt funest. Of mijn nek of zo, mijn schouders. Dat is gewoon niet cool voor mij. En dan kan ik niet eens bijvoorbeeld naar huis rijden. Dat lukt me dan gewoon niet pijnloos of zo. Dus fucking hell. Maar ik denk dan wel dat ik hem nieuw ga kopen in de winkel. En dat wil ik dus nooit. Want
dat is niet stom bedoeld, maar als ik nu in een kringloopwinkel een jas ga kopen en hem meteen aandoen, voel ik me toch niet helemaal fijn bij. Ik wil hem toch liever dan lekker gaan stomen en doen en zo. En waarom ik dan zo'n probleem over maak? Ik wil gewoon zo min mogelijk fast fashion kopen. En een jas heb ik eigenlijk niet nodig. Maar ja, er is wel gelukkig overal sale. En dan koop ik maar een sale ding. Want sale dingen die niet verkocht worden, worden toch in de fik gestoken. Maar even iets anders. Ik had, dat heb ik volgens mij ook nooit verteld. Maar soms krijg je comments, weet je wel, op een foto of vlog of whatever. Dat je denkt, mijn goede. Ik kreeg bijvoorbeeld over een bepaald jurkje dat ik aan had gehad. Ik zal hem even laten zien. Als ik het niet vergeet in te editen. Kreeg ik van een dame te horen dat ik... niet te dik was voor het jurkje of zo, maar het jurkje maat te klein was. En ik begrijp echt wel dat haar intenties super goed waren of zo. Maar ze kregen een beetje ruzie met andere kijkers. Die zeiden van, waar slaat het op en dat hoef je helemaal niet te zeggen, bla bla bla. En toen zei die persoon, nou, ik ken ME en ik ken haar moeder. En dus ik weet hoe ME is en ME kan dit echt wel hebben. En absoluut dat ik dat kan hebben, maar ik ken haar niet. En toen heb ik mijn moeder gevraagd en mijn moeder kent haar ook niet. Dus dat was best wel grappig. En toen had een collega van mijn moeder gereageerd. Nou, we kennen je helemaal niet. Dat was ook niet nodig. Had ik ook gezegd tegen mijn moeder van, dat moet je niet doen. Dat slaat nergens op. Mijn moeder deed het niet, maar een collega van mijn moeder, een vriendin van mijn moeder. Dus had ik gezegd, dat moet je niet doen. Maar nu kreeg ik weer een... Oh. Hey. Hallo, I don't see you. I'm in the black car. Wat? Oh, ben jij Lefkos? Waar ben ik? Waar ben je? Ik zie... Ja, wacht. Ik moet een bril op doen. Ik zie jou niet. Oké, okay, wacht. Oh, wacht. Ik denk dat ik je zie. Ja, ik denk dat ik je zie. Ik zwaai. Ja. Oké. Tot zo. Kom eraan. Yo. Tot zo. Doei. Maar in ieder geval, ik krijg dus nu weer een berichtje van diezelfde persoon. Die gewoon reageert op iets. En toen zag ik dat ik op 5 december blijkbaar ook een bericht van haar heb gekregen. Van diezelfde dame. En die zegt... Wordt tijd dat je ook moeder wordt en mee. Na je 30ste neemt je vruchtbaarheid af. Je bent echt een moedertype. Hoop dat jullie gegeven is om een dochter. La la la. Dus hartstikke lief. Maar hoezo moet je zeggen van het wordt tijd dat je ook moeder wordt? Hi! Hallo. Ik ben aan de film hoor. Dus je staat er meteen oh, op. Oh, we bent aan de film. Kom niet tas. Ik gooi ik wat erachterin. Oh. Jezus. Mijn goede. Oké. Oh. Leuk hè? Ja, zit onder de haren van jou. Oh ja, zelfs niet hè. God, jammer. Oh, heel cute. Cute, hè? Ja. 1 euro. Hoeveel? 1 euro. Waar? Hallo. Bij de kringloop. Ja, dat dacht ik al, hè? Oh, Happy New Year. Oh my god, Happy New Year, girl. Ik heb niet meer mijn routine, maar iemand zei het net tegen me. Nee. Oh, yeah. Nou, ik zat net... Ja, ik heb een heel bril. Zijn we nou zo wit? Mm. Oh god. I like it. Ik vind hem ook leuk. Maar is je gezicht heel zacht. Luipaard. Oh, ik zie het. Zo, ja, ik zie het. Heel subtiel. Oh, maar ik zeg het heel zacht. Ja, ik vind heel het ook soft wel ben je. Soft. Zo, ik moest even koffie halen. Ik dacht, je hebt gelijk. Ik dacht in de trein is dat echt zo. Zo, hoe laat is het? Niet laat. 10:50. Ja, natuurlijk. Anyways. Hey. Ja, ik zat net even wat. Geen jas, hè? Geen jas, weer god, ik wil leren. Superkut. Ja, ik zei net al, ja, ik ga het gewoon dan nieuw kopen. Want als ik nu in de kringloop een jas koop. Ja, op zich heb je wel dik trui aan. Ja, maar het is niet voldoende. Ja, kut. Maar ik ga man, ik zat net dan breng je hem toch terug? Nee, dat vind ik fucked up. Ik ga hem wel dragen. Je kan niet. Oh ja, nee, kut. Je gaat het niet dragen. Nee, ik zou niet doen. Maar, ik zei net ook al van, als ik nu bij de kringloop een jas ga kopen, ja, die wil ik liever eerst stomen en doen voordat ik hem ga dragen, weet je wel. Ja, ik ga het niet doen. Nee, dus, maar dat vind ik dan toch balen de baal. Wat is er? Niet helemaal, hè, dat afgehaald. Niet goed. Ja, het is echt voor mijn OCD niet helemaal lekker dit, nee. Voor mij ook niet. Oh. Mijn broek is nu lijkt niet te lang. Hij is te lang. En het irriteert me echt helemaal kapot. Dus elke keer probeer ik zomaar dit te doen. Maar dan gaat hij weer eraf. Weet wel, dan gaat hij zo tot hier. Ik kan het wel voor je innemen, misschien een beetje. Nu? Als het nu. Ja. Ja. Kijk waar mijn naaispellen zijn. Ja, leg maar neer. Nee. Niet op je broek. Ja, girl, het komt goed. Ja, koffievlek erop is lekker. Maar, sorry hoor, maar je was verhaal te vertellen. Ja, valt wel mee. Ja, ik weet niet of ik je ooit heb gezegd dat iemand zei van, ah, die jurk zit echt strak. En dat mensen tegen haar zeiden op online Instagram foto van, hé, wat lul je. Ja, het ziet er mooi uit. Ik heb dan die vrouw teruggereageerd met, ik ken haar moeder, dus we zijn gewoon matties. Dus ik ken hem, ja, en ik kan heel goed tegen. Ja, nou, dat kunnen ze niet stellen. Maar jij kan mij uit, dat was heel boeiend. En ik zie nu een berichtje, want zij heeft ergens op gereageerd. Dus ik zie een berichtje van 5 december. Zegt ze, het wordt tijd dat je ook moeder wordt, en nee. Nee,
beetje vruchtbaarheid af. Je bent echt een moedertype en ik hoop dat je gegeven is. Lalala, nog wat over haar eigen dochter en zo. En het zou heel leuk voor jullie zijn. Het is super lief bedoeld. Heel lief, maar wel een beetje... Nou, you know what to do, hè? Ja, nou. Weet je, vruchtbaarheid neemt af. We gaan nu... We gaan nu kringlopen. Oh. Nee, oh. We gaan nu naar Chico. Kun jij de vlog dan even overnemen? Ik ben ook bezig nog. Hou je grote mond, dame. Puberaal gedrag. Ga op Snapchat zitten of zo. La la la. Ik ben een kennis van de moeder van de ME. En ze vindt kritiek echt niet erg, hoor. Ik wil niks van je horen, dame. Anders blok ik je. Dus ik dacht... Kennis van de moeder? Ben jij? Ja. Dus ik stuurde het dan door. Van la la la. En toen had ik tegen haar gezegd... Van hij zich... Niet de naam zeggen. Ja, het staat allemaal op Instagram ook. Dus ja, je kan het ook zien. Ik heb eigenlijk geen idee wie je bent en dat maakt niet uit. Ik vind het niet netjes als je tegen een jonge dame zegt... Ben je toch lelijk met die bril en puistjes? Dat is gewoon pesten. Oh, zei ze dat? Ja, tegen een jong meisje blijkbaar. Jezus. En la la la. Dus toen heb ik ook gezegd... Nou, als volwassen vrouw zou je netjes staan om je bericht te verwijderen... En je excuses aan te bieden. En... Ja, en een echte vriendin van mijn moeder die zei... Ik ben een vriendin van de moeder van ME en wij kennen jou niet. La la la. Dus dat was ook niet nodig, weet je wel. Dus ik had... Mijn moeder zei gewoon van, ik ken haar helemaal niet. Waar slaat zij op? En ik had toen wel tegen mijn moeder gezegd, joh, dat is een vriendin, die heet ook Miranda. Oh, ja. Van, joh, je hoeft niet erop te reageren, weet je wel. Als een beetje, is vuur met vuur, doe gewoon allemaal netjes, zin. Zeg maar. Nee. Maar, dus... Ze liet je eigen nagels? Nee. Ook toch al? Nee. Ook zie je, zo. Lelijk gedaan. Hallo, kijk deze. Hij maakt gewoon een fun. Kijk dan. Ja, wie zou vanochtend gaan? Jij. Me, dus don't judge. Don't judge. Maar het is wel heel heftig. Kijk dit. Ja, nou helemaal uitgegroeid. Oké, ik heb het stervenskoud, maar ik vond niet echt een jas. En om nou een jas te kopen die ik matig vond, ik stond er gewoon niet achter. Dus ik ben gewoon kou aan het leien. Maar Ro neemt me nu mee naar Paco Chau of zo. Dat is hier iets in Leiden wat een verborgen ingang heeft. En het schijnt super, super leuk. Door een kast, net als met Narnia. Dus dat gaan we nu doen. En ik ben heel erg benieuwd. En we hebben het net op Instagram ook even opgezocht en het ziet er zo mooi uit. Ja. Dus ik ben helemaal benieuwd. Dus we volgen Ro vanaf nu. Ja. Ro, over naar jou. Paco Chau en daar is het station van Leiden. Oh, leuk. Mr. Paco Chau. En daar ga je door naar het restaurant. Ja, heerlijk. Oh, heel mooi. En door deze kast ga je dan naar het restaurant. Echt leuk. Hier, Paco Chau. Wat een leuk logo ook. Alles is leuk hier. Okay, het is dus helaas heel druk, want iedereen die erin gaat, komt er ook weer eens wat uit. Dus ik ga het een andere keer... Oeh, ME, oh god. Een andere keer laten zien dat ik hierheen ga, met Ro. Want, hier komen er mensen uit. Want als ik nu naar binnen zou gaan, dan film ik alleen maar andere mensen die niet gefilmd willen worden waarschijnlijk. En dat is ook niet leuk. Oké, we zijn dus niet naar binnen gegaan en ik heb het net al proberen uit te leggen, maar de muziek was heel erg hard. Maar het was zo druk. Iedereen die erin ging door de kast, ging er weer uit. En dus wij dachten, ja, dan zal het wel gewoon te druk zijn. Dus zijn we niet naar binnen gegaan verder, maar dan gaan we dat gewoon nog een keer doen. Niet op een zaterdag. Ja. Dat was het. Nu gaan we eindelijk naar de kringloop. Gaan we eindelijk filmen. Of nou, eigenlijk, het valt wel mee hoe laat het is. 2:30. Ja. En we hebben gewoon best wel relaxed aangedaan. Dus eigenlijk best wel blij. En nu gaan we dus naar de auto. Gaan we kringlopen. En dan zien we jullie daarna weer. Want het is een losse video. Oké, zoals jullie kunnen zien is ME inmiddels weer thuis. Daar. En we gaan zo naar bed. En we zien jullie morgen weer terug. Tenminste, ME zien jullie morgen weer terug. Hoi. Morning. Het is zondag. Het is 12 uur bijna. En ik ben vanaf 9 uur was ik bezig met een video. Die zit er eindelijk in. Dus we kunnen nu eindelijk ontbijt halen. Jij had eigenlijk ook al ontbijt al kunnen halen. Ik heb een paar keer al gevraagd of ik naar de overheid moest gaan. Oh, dat heb ik echt niet gehoord. Fuck, wat gebruik ik moeten maken. Ik heb ook geen idee wat ik wil eten. Gisteren dus al vanaf 8 uur of zo op bed gelegen. Ja. Ik was stuk gisteren. Ik was helemaal... Ik heb nu mijn schoen niet aan. Ik heb namelijk deze sokken moest ik aan doen van Zico. Met zijn hoofd erop. Nee, die heb je zelf gepakt. Oh. Zelf hou je van mij. Laat het een keertje zien. Fuck you. Nee, Zico riep opeens naar beneden. Lieverd, heb je al sokken? Ik heb sokken voor je. Dus dat.
Ze zijn dik en warm, dus dat is prima. En nu gaan we even lekker eten halen, ontbijt halen. Oh, zin in. En vanmiddag heel even langs mijn moeder, want die heb ik nog niet gezien dit jaar. Ja, het is toch ook verkocht? Dus ik zeg, het bord met te koop is weg. We zijn namelijk bij mijn moeder. Oh, ik heb geen huissleutel bij me. Stinkert? Hoe zou je zeggen dat? Ja, dat is stinkert. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb net genoeg. Schoonmaak! Wat zeg je? Ik zie nu niet wat ik schoonmaak! Hier. Ja, dankjewel. Sorry, ben ik niet disco. Oké, net eens even opwezen ruimen. En de... De stofzuiger staat aan, dus wij gaan lekker weg. En dan hopelijk komen we thuis in een lekker schoon huisje. En we gaan nu naar de Klaproos, lekker eten. De Klaproos is een soort van pop-up restaurant. Ik heb geen idee voor hoe lang. Het was er vorig jaar ook al, maar het is er dus niet altijd. Van donderdag tot met zondag. Pizza's en nog andere lekkere dingen. Menukaart staat niet online, dus ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Want we zijn nog nooit eerder geweest. En het ziet er super uit binnen. Dus vanaf Instagram dan. Dus we gaan nu kijken. Kijken. Heel cool dit. Ik zag ook op Insta dat er zeg maar art galleries soms zijn of zo. Of dat je dit kan huren. Oh, het stinkt naar rook. Ja. Oh jezus, ik krijg hem niet. Yes. Oké, onze tafel is nog niet helemaal klaar. Maar ik vind het ook een beetje stom om alles te filmen. Ik doe het even snel, omdat het is één grote ruimte. Dus waarschijnlijk zie je heel veel mensen. Maar kijk. Hier is de bar. En het ziet er heel leuk betegeld uit. En er allemaal tafels. En daar is dan... de keuken. En het is natuurlijk dry January. En dat zei ik ook tegen mijn moeder. Zeg mijn moeder, neem toch droge witte wijn. Haha. Maar dry January geen alcohol. Dus ik heb een heel paneel. En ik heb een gemberbier. En het heet bier, maar het is geen alcohol. En we hebben de menukaart al helemaal bekeken. En ze hebben dus een paar voorgerechtjes. Pasta's, pizza's en nagerechten. En de menukaart kan denk ik wel heel vaak... Oh, daar zit het niet. Hij wordt niet... Oh ja. En ik denk niet dat de menukaart vast is, dus dat hij blijft veranderen. Maar het ziet er echt heel lekker uit. Dus het klinkt allemaal heel lekker. Oké, we hebben inmiddels een tafeltje. We delen thuis een tafel van 7. En Zico, die kijkt alleen maar naar hoe ze de pizza's bakken. Dus we hebben niet zo'n goede plek. Want het is niet zo gezellig nu. Hij zit alleen maar... commentaar te leveren. Want voor de mensen die niet weten, Zico die heeft een bedrijf voor pizza's ook. En dus hij zit even, oh, ze hebben dezelfde mozzarella. Oh, wij doen het anders. Oh, zij doen het zo. En ik zo, En dit zijn onze pizza's. En Zico maakt foto's en stuurt het door naar zijn broers. Net als de menukaart net, de pizza oven. Nou, kom maar schat. Oh. 4 euro's, Apple Pay, doen. 4 euro. Ja, er zit niet zeg maar, een digitaal scherm, je ziet jezelf niet. Nee, dat duurt nog wel eventjes. En op een gegeven moment begon hij te flitsen. Dus hadden we het even niet door. Oh, hier is trouwens blacklight. Echt heel grappig. Maar, dus we hebben sowieso... nee, het komt wel, maar we gaan gewoon nog één doen. Want nu weten we dat het komt. Maar er stond ook op. Ga zitten, sluit het gordijn en dan pas betalen. Met een reden blijkbaar. Helemaal niet. Nee, maar we gaan het alsnog gaan doen. Als het al zo lang duurt, gaan we er gewoon nog een maken. Nee joh. Kijk mijn stondje. Ja, oh god, ik was echt heel erg aan het lachen. Wel onscherp. Oh ja, klopt. Wel heel grappig. We moeten gewoon ook een heel stuk naar achter joh. Kijk, en daar is dus het restaurant en daar is de blacklight. Gadverdamme, heksennagels. En hier zijn mensen aan het pingpongen en shoelbak. Van alles. Echt een leuke ruimte. Ah, ze zijn leuk. Kijk nou. Kijk, zie ik. Ah, leuk hè? Eigenlijk klopt alles aan de buitenkant. Ah. Ah. Ik heb net een half uur geloopt. Helemaal stuk. En ik heb zoveel spierpijn. Ik heb voor aankomende week weer trouwens twee
lesjes ingepland. Zal ik je even vertellen welke. Ik was dus barré gaan doen bij de school. Het gymlokaal. Even kijken. En toen zei iedereen tegen mij. Nou vriendin, jij moet Pilates gaan doen. Want met Pilates is het misschien wat saaier, wat rustiger. Maar je bent dus extra veel aan het rekken. Zodat je met je rug er wat aan hebt. Met je dit er wat aan hebt. Met je zus er wat aan hebt. Dus toen dacht ik, need it in my life, oh yeah, yeah. En ik heb gekozen voor all levels, dus gewoon simpel. De nadruk van all levels ligt op het trainen van de buik- en rugspieren. En het goed leren gebruik maken van je ademhaling en het soepel maken van je wervelkolom. Je balans en coördinatie worden uitgedaagd. Je kracht en stabiliteit van je core en je flexibiliteit zal na een aantal lessen toenemen. Nou, klonk amazeballs. En dat ga ik dus dinsdag doen. En daar heb ik heel veel zin in. Dat duurt een uurtje. En super spannend vind ik dit. Ik ga bij Velo Cycle Studio ga ik row cycle doen. Dus fietsen en met muziek en helemaal gezelligheid. En dat ga ik jullie aankomende week ook gewoon vloggen. Zodat jullie dat allemaal meekrijgen. Dus wil je ook ClassPass? Het staat in de beschrijving een linkie. En wij waren net heel Holland Bakt aan het kijken en nu steeg hem op de bres. En mocht je tot hier zijn gekomen, laat dan even You achter in de comments. Want ik ben de serie You aan het kijken en het is top. Doei doei.